Dit is RTI met het programma Kijk, Hilversum. Met deze keer Sofie aan tafel. Bouw ecoducten stuit op verzet. Aanleg traverse opnieuw vertraagd. Waarschuwing voor grote jongens. Website Mediastad.nl gelanceerd. Buurtmaaltijd in de Regenboogkerk. En voelt u zich betrokken bij Hilversum? Maak eens kennis met de mensen uit uw omgeving door ze aan tafel uit te nodigen met Sofie aan tafel. Woensdag promoten een enthousiaste groep deze manier van elkaar beter leren kennen. Goedemiddag, mijn naam is Kees Zelenberg en wij zijn met een aantal enthousiaste mensen hier in Hilversum begonnen om Sofie aan tafel op de kaart te zetten. Ja, dat is eigenlijk om mensen in je buurt te leren kennen of andere kennissen die ergens anders wonen. De gedachte is dat mensen bekenden uit hun omgeving uitnodigen. U moet dan denken aan mensen die u wel zo knikt langs het schoolplein, op het sportveld of in de kerk, moskee. Mensen die u, of in het winkelcentrum, waarvan u denkt dat zijn aardige mensen, die zou ik wel eens beter leren kennen. Het is al zo vaak, we leven zo snel en de dagen gaan zo snel, dat eigenlijk als er nieuwe mensen in je straat komen wonen, weet je niet eens hoe ze heten. Als u meedoet en u meldt zich aan als gastvrouw of als gastheer, dan krijgt u van ons uitnodigingskaarten. Met die kaarten gaat u naar die mensen toe waarvan u denkt dat zijn leuke mensen, die nodig ik uit. En u bezorgt uzelf dan een verrassende en spannende avond. En dit is een idee om elk jaar iemand uit te nodigen om te komen eten bij je. Maar het mag ook een borrel zijn. Het gaat niet om het culinaire. Het hoeft niet eens eten te zijn. Het kan ook gewoon een cocktail zijn of een kopje koffie met een gebakje of zo. Gewoon dat je elkaar leert kennen. Het hoeven geen grote aantallen te zijn. U kunt ook best zeggen, hé, die nieuwe overbuurvrouw, die ken ik nog niet. Daar zwaai ik al wel eens naar. Die ga ik uitnodigen. En die alleen. Het kan heel klein. En het grappige is dat al die gasten dat gaan waarderen. Die gaan het volgend jaar meedoen. Dat blijkt in Amersfoort bijvoorbeeld, waar het vandaan komt, de actie. Die gasten gaan weer meedoen. En zo rolt het als een olievlek en is het in 4 jaar tijd in Amersfoort van 80 naar 1000 gastheren en gastvrouwen gerold. Nou, wij vonden dat zo'n leuk idee. We hoorden van vrienden en wij zijn dat nu naar Hilversum aan het halen. Ze hebben mij gevraagd om ambassadeur te zijn. Het leek me wel een heel leuk idee en ik vind het ook een goed idee. Dan leer je tenminste de mensen kennen, je weet wie naast je woont of wie in je straat woont. De vraag aan u is, wilt u zich aanmelden? Doe mee, het is echt leuk en we gaan voor het succes. In maart ben ik dus uitgenodigd, ben ik voor het eerst uitgenodigd en dan volgend jaar dan nodig ik mensen uit. U kunt ons vinden op de site www.Sofie aan tafel, zo heten wij. Dit is Sofietje. Sofie aan tafel in het Gooi, daar kunt u zich aanmelden. Gaat heel simpel. Sofietje, zult u denken, wat is dat? Dat is een leuk poppetje. Komt uit Amersfoort. De verkeerslichten hadden vroeger alleen maar een mannetje. En daar werd over gesteggeld. Dat moest ook een vrouwtje kunnen worden. En tegenwoordig zie je dat poppetje, als het op groen springt, dan is het een vrouwtje. En dat is in de wandelgang als Sofie gaan heten. Wij gebruiken het poppetje, we vinden het gewoon aardig. En u gaat het nu voortaan herkennen. En u gaat zich aanmelden. Dank u wel. De bouw van 2 ecoducten over de A27 en de N417 stuit op verzet. De BV-maatschappij tot beheer van de buitenplaats Uitwijk bij de Utrechtseweg verzet zich bij de Raad van State tegen de plannen voor 2 ecoducten over de A27 en de spoorlijn Utrecht-Hilversum en over de provinciale weg N417. Voor het ecoduct over de Utrechtseweg moeten bomen worden gekapt en voor de nieuw aan te leggen fietspaden moet grond worden onteigend. Uitwijk vraagt het bestemmingsplan te schorsen totdat de Raad van State de bodemprocedure heeft behandeld. Dat gebeurt naar verwachting over 6 maanden. Volgens de woordvoerder van de provincie M. van Riesen is dat niet nodig. De werkzaamheden bij de N417 starten pas als er zekerheid is over de Europese subsidie van €2,6 miljoen. Met het ecoduct over de A27 en de spoorlijn kan worden begonnen. Uitwijk is er niet gerust op. Want als het ene ecoduct klaar is, wordt er automatisch met het andere begonnen. Anders is er een half ecoduct. Het bestemmingsplan moet voorlopig van de baan. De bouw van de traverse, de voetgangers- en fietsersbrug tussen station Hilversum-Noord en het Mediapark, is opnieuw vertraagd. Reden is een constructiefout. De eerste delen van deze brug zouden het weekend van 12 februari worden ingehesen, maar door deze fout is het te gevaarlijk om het geheel veilig op te kunnen tillen. De eerstvolgende mogelijkheid is half maart. Intussen zijn er bij de Gooi-Eemlander al veel reacties binnengekomen op de oproep een passende naam voor de traverse te bedenken. Waarschuwing voor grote jongens. Regelmatig rijden vrachtwagens zich klem in de Beatrix-tunnel. Een hoop getop en overlast voor het overige verkeer. Al met al voldoende reden voor de gemeente om de chauffeurs beter te waarschuwen. Binnen een maand moet het nieuwe matrixbord bij de tunnelinrit zijn geactiveerd. Hilversum staat al jarenlang bekend als de mediastad van Nederland. Om deze status te behouden lanceerde de gemeente Hilversum in samenwerking met meerdere mediabedrijven een campagne om de zichtbaarheid van de mediastad te verbeteren. Dinsdag 8 februari werd tijdens een mediabijeenkomst over mediaontwikkelingen in 2011 de website www.mediastad.nl gelanceerd. Vandaag is de website Mediastad.nl, Hilversum Mediastad, geopend. Het is een onderdeel van een campagne waarmee we in een bredere zin Hilversum toch nog eens een keer duidelijk neer willen zetten als de mediastad in Nederland. Er zijn heel wat verhalen geweest dat de grote uittocht zou zijn uit Hilversum naar Amsterdam. Het is waar dat in Amsterdam de creatieve industrie in bredere zin ook groeit. En dat daar dus ook massa gemaakt wordt, dat er ook televisieprogramma's gemaakt gaan worden. Dat is overigens altijd zo geweest. Mies Bouwman en Tette Braak gingen altijd al naar Hillegrom en naar Laar om tv-opnames, naar Dronten en overal naar Velendaal om televisieopnames te maken. Dus dat is niks anders. We hebben hier nog steeds de grootste concentratie van studio's, van omroepen, van facilitair bedrijven. En dat blijft ook zo. En dat willen we ook graag houden. Het imagoprobleem in Hilversum is dat het misschien toch wel wat anders gaat. Dan zou het kunnen zijn dat jongere bedrijven ook gaan denken van nou, we moeten misschien maar niet in Hilversum. Die willen we juist wel graag houden, want dat is onze toekomst. De toekomst van onze werkgelegenheid ook. Van onze jongeren die hier moeten komen werken. Dus wij vinden het belangrijk dat Hilversum toch die mediastad blijft. We voeren daar campagne over. Dat doen we samen met ondernemers, samen met de mediabedrijven. Maar ook naar het publiek toe. En grote delen daarvan zijn terug te vinden op die website mediastad.nl. In het kader van de feestweek 10 jaar Regenboogkerk nodigde de kerk haar buurtbewoners uit voor een gezamenlijke maaltijd. We hebben gekozen voor een maaltijd om op een ongedwongen manier met onze buurtgenoten te kunnen kennismaken, hen het gebouw te laten kennen en een maaltijd maakt het allemaal gezelliger, ongedwongener en ja, wij hopen dat iedereen het hier goed naar zijn zin heeft. We hebben een tijd gehad dat we 1 keer in de maand onze eigen kerkgenoten en de buurtbewoners uitnodigden voor een maaltijd onder de regenboog. Daar zijn we na een paar jaar om allerlei omstandigheden mee gestopt. Maar het leek ons leuk om die gewoonte toch weer even 1 keer op te pakken voor deze bijzondere feestweek. In het begin heeft onze vorige dominee gezegd, wij willen graag leven in overeenstemming met de wijk. Nou ja, dat klopt dus niet, in de stijl met de wijk. Nou, de eindconclusie, ik zei nou ja, de buitenkant kan ik nog steeds niet bewonderen, maar binnen is het prachtig. Ik vind hem 's avonds altijd erg mooi, want dan kijk ik uit mijn bijkeuken. Kan ik dus de kerk zien. En dat vind ik heel mooi als die vooral 's avonds mooi verlicht is. En toen met die sneeuw was het helemaal bijzonder mooi. Dan zag je ineens die kerk oplichten. Ja, wel redelijk, ja. Ja, toch wel. Want het Hilversums nieuws hou ik wel bij. In zoverre heb ik wel enige betrokkenheid bij Hilversum, ja. Nou, het is een heerlijke stad. Of ja, een dorp, stad, wat is het? En, het is toch wel relaxed hier. Dat heeft vooral te maken met mijn werk en dat ik natuurlijk elke dag ben. En daardoor maak je wel wat van de gemeente mee. Je houdt de evenementen natuurlijk bij. Hè? De evenementen die al dan niet door de plaatselijke overheid worden gepromoot. Nou, ook het minder leuke nieuws, hè? Wat je in je wijk gebeurt. Aan nou ja, kleine criminaliteit en dat soort dingen. Dus ja, daar ben je toch al bij betrokken.